Hi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En voordat we beginnen wil ik jullie eerst een heel goed nieuwjaar wensen. Ja, 2021 is begonnen en dat betekent ook dat er meer video's komen op dit kanaal. Elke woensdag en zaterdag komt er een video online. We zitten immers nu meer thuis en ik wil op die manier meer positiviteit brengen. Vandaag gaan we ook een heel mooi vrolijk stuk maken, want ja, kerstboom is eruit. Dan willen we toch weer iets vrolijks en fris in. Dus we gaan lekker aan de slag met tulpjes en allemaal andere mooie bloemetjes. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. Je kan ook het belletje aanzetten, dan krijg je ook echt een melding als er een video online komt. En dan gaan we gauw aan de slag. Hier een hele mooie accuvaas waar we mee aan de slag kunnen. En een oase. Die ga ik even een klein stukje afdoen, want hij is net iets te groot voor in de vaas. Dus ik haal er even een klein stukje af. Kijk, en dan zal hij helemaal in de vaas passen. Er mag een klein stukje aan de zijkant over zijn, want we gaan er ook nog blad omheen doen. Dit om het oase mooi weg te werken. Dat doe ik door middel van aspidistra blad. Die steek ik er aan de zijkant gewoon rechtop in. Dan sla ik hem om de oase heen. En dan zet ik hem even vast met een krammetje. Nu zijn dit hele grote bladeren, waardoor die eigenlijk in één keer al bijna helemaal bedekt is. Maar soms zijn ze ook wat kleiner. Dan doe je eventjes halverwege weer een blad. Die steek je er ook op dezelfde manier aan de zijkant in. En dan kun je hem even samen vastzetten met het krammetje, waardoor die mooi plat valt. En dan buig je de rest er ook gewoon netjes omheen en dan zit het uiteinde weer vast. Dan sla je de bovenkant eventjes ook dicht, zoals je een cadeautje een beetje inpakt. En dit doe je ook aan de andere kant. Het is een beetje afhankelijk van hoe groot het aspidistra blad is, hoe dat valt. Maar je moet hem eigenlijk gewoon aan de zijkant even mooi inpakken. En dan kan je hem weer in de accubak zetten. En dan kijk je niet tegen het lelijke oase aan, maar mooi tegen het blad aan. Dat geeft toch echt wel een mooie effect. Dan gaan we als eerste de hoogte aanbrengen met mooie katjes. Het mag best wel een lengte hebben. En dit verdeel ik eventjes over drie plekken in het stuk. Nou, deze echt een mooi... een vertakking, dus ik vind het wel mooi om dit midden te doen. Kijk ook goed hoe jouw product eruit ziet, hoe het bloeit en hoe het mooi in je stuk staat. Dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Dan heb ik mooie Craspedia bolletjes en dit doe ik op dezelfde manier. Maar dit doe ik even iets naar voren of naar achteren van de lijn van je katjes. En dit doe ik op vijf verschillende plekken. Ook hierbij speel ik met de hoogte. Dus er mag echt wel net een beetje verschil in zitten. Maar let dus goed op dat jouw product mooi te zien is. Deze even iets korter, dan toch iets mooier uit. Dan heb ik prachtige zuidenwindlelie en ook deze zet ik op dezelfde manier ertussen. Ik schik het dus allemaal echt op verschillende hoogtes. Zo kun je alles mooi blijven zien. Maar geef het wel een heel mooi plekje in je stuk. En ik zorg dus dat hij aan beide kanten mooi is. Zo kan je hem ook mooi op tafel zetten. En kun je hem aan elke kant ja, mooi zien. Dus je werkt niet met een achterkant.
gaan we aan de slag met mooie tulpjes. Let wel op dat tulpjes altijd nog verder gaan schieten. Dus ze worden nog langer. Maar dat is juist wel leuk in het stuk. Omdat het dan juist mooi springerig wordt. Dat past hier juist wel mooi in het geheel. Ik haal wel even het onderste blad eraf. Omdat je dan mooi het lijnenspel houdt. Als je het fijn vindt, kan je eerst eventjes een gaatje voorprikken met een stokje. Zodat je hem er iets makkelijker in kan prikken. Maak even een gaatje door het Asterisktrablad. En zoals je ziet komt hij nu op dezelfde hoogte. Dat wil ik dus niet. Dus dan maak je hem eventjes een stukje korter. Want op deze manier blijf je en het tulpje goed zien en de zuidenwindlelie. En dat wil je. Je wil alle producten goed blijven zien. Je krijgt nou echt meer een tuintje. Lila Lysiantus. Kleurt het mooi bij mijn shirtje. En nu wordt het echt heel mooi kleurrijk, maar wel een beetje de zachtere tinten. Vind ik juist wel echt heel mooi. En de Lysiantus kan je dus echt in delen gebruiken. Dat doe ik nu dus ook, want deze staat aan elkaar en dan gebruik ik deze apart en deze apart. De puntjes kunnen mooi in de hoogte en wat de bloemen wat meer open zijn, die gebruik ik aan de voorkant. En blijf dus kijken naar je lijnenspel. Dan heb ik hier hele mooie takjes en die zijn ook een beetje lila. En om juist dat lila kleurtje terug te laten komen, geeft dat een heel mooi effect. Dit zet ik gewoon even vast met een krammetje, helemaal onderop in het stuk. Let wel goed op dat je voorzichtig dit ertussen doet, dat je de bloemetjes natuurlijk niet breekt. Dus dat je echt met kleine stukjes ertussen doet. Soms kan je hem met steeltje en al gewoon in het oase steken. Zoals hier zit een steeltje aan, maar vind je dat lastig, dan kan je ook krammetjes gebruiken. Dan hebben we op bepaalde plekken dus nu oase zichtbaar. Maar het lijnenspel is nu zo mooi dat ik dat niet wil verstoren. Dus we gaan de onderkant verder opvullen met een beetje mos. Dan ga ik nog eventjes wat Crasperia onderin aanbrengen.
En dit doe ik ook nog eventjes met een paar trucjes. En dan hebben we echt een super mooi parallel bloemstuk. Ik vind het echt leuk, het idee van het glas. Ja, met de voorjaarsbloemetjes en alle bloemetjes die mooi op hoogte zijn geschikt. Waardoor je alles goed kan zien en goed tot zijn recht komt. Vond je dit nou leuk en wil je dit pakket nou zelf graag maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dit pakket kan bestellen. Let wel op, want op is op, dus wees er snel bij. En dan hoop ik dat jullie weer wat hebben geleerd en dat jullie dit een leuke les vinden. Elke woensdag en elke zaterdag komt er een video online. Woensdag om 7 uur 's avonds en zaterdag om 8 uur 's ochtends. Dus ja, vind je dat leuk? Abonneer dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en zien jullie bij de volgende keer weer. Doei!